Deelnemers, start vrij. Voor de derde koers, de Lek Sloopwerkenprijs. 10 paarden gaan zich formeren achter de startauto. Het is een hele open koers. Een echte favoriet, die is er niet. Maar veel wijst in de richting van de paarden 2, Mark Schermer. En 3, Marco Swish. Talentvolle driejarige paarden. Ja, die toch naar een welk licht hoge ogen kunnen gooien in deze Lek Sloopwerkenprijs. Maar 10 paarden, volle bak. Het spel gaat elk moment op de wagen. Nog 50 meter. En de vlag valt. De start is gevallen. De paarden zijn onderweg. En er is strijd om de leiding met aan de binnenzijde. Marco Swish wijd aan de buitenzijde. Komt daar Mike Kite naar voren. Mark Schermer zit in het veld en maakt daar een galoppade. Waar de concurrentie even omheen zal moeten sturen. En dat uitgeschakeld nummer 2. Galop nummer 2. Allemaal te gaan lukken, maar het neemt niet weg dat we toch een van de grote kanspaarden kwijt zijn. Christa Timmer gunt Ingrid van der Akker de weg naar buiten. En dat maakt wel dat zij en Caroline Albers inmiddels toch voor een hele lastige taak staan. Vanuit het verre achterveld om nog naar voren te komen. Helemaal als vooraan dan ook nog eens de medefavoriet Marco Swish, paard nummer 3. Als een groot vorst aan de leiding gaat. En hij brengt het veld zo dadelijk de rechte lijn voor de tribune in. Wordt als een schaduw gevolgd daarachter door Kelly Beukenswijk, die vandaag door Demi Veenstra wordt gereden. En aan de binnenzijde volgt dan het nummer 6 van Mike Kite. Knap dat Thomas Bos daar ligt met start nummer 6. Prima positie. Aan de buitenzijde met nog 2 rondes te gaan komt langzaam maar zeker Idonia Kingly naar voren. En achter Idonia Kingly gaat mee het nummer 10 van Ecujuela. Achter Ecujuela aan de buitenzijde Montana Transair met Dennis Minima, paard nummer 8. En daarachteraan Lucky Star Philly. En Caroline zit daar met de handen vol, maar dat heeft alles te maken met het feit dat vooraan gewandeld wordt. Een wandeltempo mag Marco Swish dicteren. Paard dat nog in de derby starten. En met Niels van de Tol die op jacht is naar zijn eerste titel in zijn carrière bij de leerlingen. Hij heeft hier alles onder controle. Marco Swish heeft een stevige voorsprong aan de buitenzijde. Echter komt daar de aanval van de deelnemer die daar in de tweede spoor wat druk op de ketel zet aan de binnenzijde. Geen meter te veel voor Kelly Beukenswijk. En zo komen we dan straks weer in de rechte lijn voor de tribune. En niemand die zich nog echt geroepen voelt om iets te gaan doen. Moet wel gaan gebeuren zo dadelijk, want we weten het. Alkmaar, klein baantje. Als je nou nog wat wil vanuit het achterveld, dan is dit het moment. Maar het moment blijft voor ons nog uit. Of het zou Caroline moeten zijn die iets wil gaan proberen met haar nummer 9 Lucky Star Philly. Marco Swish houdt de leiding aan de binnenzijde. Aan de buitenkant echter die Idonia Kingly, die wil van geen wijken weten. En nou komt het geweld ook vanuit het achterveld enigszins naar voren, want het is drie dik. Paard nummer 8 Montana Transair. Het veld schuift daar in elkaar, maar het tempo gaat vooraan weer omhoog. En dan zie je dat er ook gelijk weer paarden die wat proberen ook weer in zijn achteruit gaan. En het is aan de kop nog altijd diezelfde. En dat is aan de binnenzijde Marco Swish. Maar kijk naar Kelly Beukenswijk, die met Demi Veenstra als gigant van een outsider daar de aanval nu serieus inzet. En zo komen dan halverwege de laatste bocht. Veel springers in het veld. Maar laten we ons vooral beperken tot die twee paarden vooraan. Waarbij aan de binnenzijde Marco Swish leidt. Maar daar komt Kelly Beukenswijk aan de buitenkant. Een gigant van een outsider. Die we wel vier, al een tijdje op de korrel vier hebben. En daar komt Kelly. Maar het is aan de binnenkant Marco Swish. Puur op zijn klasse en zijn karakter. Vlak voordat hij op rust gaat. Nog even de koers meepakken. De 3 voor de 1, de 6 en dan de 9. Ja, die paarden erachter lopen allemaal prima koersen. Maar de koers werd gestolen door Niels van der Tol. En daarmee laat hij zijn grote talent zien.